Hallo, dag liefste weegschaal. Welgekomen op jullie wekelijkse lezing. Ik zal het deze week eerst eens eventjes hebben over de volle maan die eraan komt op 21 juni in het teken van Steenbok. Ik zal dit eventjes analyseren, wat dit allemaal betekent voor ons allemaal en uiteraard voor jou ook. En daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Weet dat deze lezing goed is voor weegschaal, zowel in zonteken als ascendant als eventueel ook maanteken. En ben jij nieuw op mijn kanaal? Welgekomen. Ben jij een trouwe kijker? Dubbel welgekomen. Weet dat je vanaf nu ook altijd online een reading bij mij kan aanvragen. Je dient mij gewoon een mailtje te sturen naar gaelstarot@gmail.com. Is mijn e-mailadres niet duidelijk? Geen probleem. Kijk eventjes onderaan de video in de beschrijving. Daar klik je op en daar vind je ook alle gegevens die je nodig hebt. En wij gaan er direct in duiken. De volle maan is altijd het moment waarin de zon recht tegenover de maan staat. Soms weten we dit niet en daarom wens ik het nog eens eventjes duidelijk te zeggen. Een nieuwe maan is het moment waarin dat de zon naast de maan staat, volle maan recht tegenover de zon. En dat is eigenlijk vrij logisch. Het is het moment dat de zon haar licht schijnt op de maan en dan dit licht weerkaatst de maan naar de aarde. Dus het is niet de maan die licht schijnt, het is de weerkaatsing van de zon. De volledige bol wordt als het ware planeet van de maan wordt belicht en schijnt het licht terug naar ons hier op aarde. Nu, volle maan staat ook in functie van de planeet Venus en Mercurius. Waarom? Omdat die twee planeten nu momenteel ook naast de zon staan. En elke volle maan reflecteert ook de zon, zoals ik net zei. En als dan twee planeten daarnaast staan, dan zullen die energieën van die planeten ook gereflecteerd worden tijdens deze volle maan. Dus dat zal al een extra dimensie geven aan deze volle maan. Hè? Ik zie volle maan ook altijd zo'n beetje symbolisch als het is het hemel. Lichaam die de donkere zijde van de aarde belicht en ons duidelijkheid verschaft. Ja? En als die een nieuwe maan is, ja, dan plant jij een nieuw zaadje, maar dan is alles misschien nog niet duidelijk, want je hebt gewoon nieuwe ideeën. Maar die volle maan, die vol licht schijnt, ja, dan tijdens die volle maan, dat zie je ook s'nachts, dan is het veel duidelijker, veel klaarder ook. Hè? Dus dat is een momentopname in de maand waarin we bepaalde zaken duidelijker kunnen worden, waardoor dat we eventueel bepaalde zaken in ons leven kunnen afronden. Afsluiten eventueel, omdat we inzicht gecreëerd hebben. Dus zo kun je eigenlijk die symbolen ook gaan bekijken. Heel mooi ter ondersteuning, denk ik dan toch. Nu, deze volle maan staat in het teken van Steenbok. Dus ik dien eerst alle kenmerken van Steenbok eens te gaan bekijken. Want die kenmerken zullen een invloed hebben voor ons allemaal tijdens deze volle maan. Dus wat zijn de kenmerken van Steenbok? Het sterrenbeeld staat gekend als een heel harde werker. Het is een van de hardst werkende sterrenbeelden van alle 12 zodiac signs. Hè. Het is een teken die ook in zijn autoriteit staat. Dat is ook een teken die houdt van verantwoordelijkheid, die ook altijd zijn verantwoordelijkheid zal opnemen. En het is ook een teken die heel veel doorzettingskracht geeft. Hè. Steenbok wordt geregeerd door Saturnus. Die planeet houdt van structuur, die planeet houdt van discipline, van realisme. Dus duidelijk kijken naar je leven, oprecht kijken naar je leven, niet dromerig. Zijn, niet zweverig zijn, al die energieën, daar houdt Saturnus niet van. Daar houdt eigenlijk ook een steenbok niet echt van. Nu, Saturnus staat ook voor persoonlijke groei en voor wijzer worden in ons leven. En in de mythologie wordt Saturnus gekoppeld aan de vader van de tijd. In Kronos, in onze volksmond, heten we hem vadertje tijd ook. Dus dat is eigenlijk, met tijd worden we slimmer. Daarover gaat deze energie ook. Op astrologisch vlak zien we dat Saturnus zo de tussenplaneet is. Tussen de dichte planeten bij ons en de verre planeten. Dus die dichte planeten bij ons rond de aarde, is Mercurius, is Venus, is Mars. Hè? En dan eigenlijk heb je Saturnus. En dan als je nog verder gaat, dan heb je die hele verre planeten van ons, zoals Pluto, Uranus, Neptunus. Die planeten zijn ook veel later ontdekt geweest, omdat die veel verder staan. Hè? En in de vroegere astrologie had men gewoon de mogelijkheden, niet technologisch, om zo ver te gaan kijken. Dus Saturnus staat voor een moment, eigenlijk de overgangsmoment tussen de dichte planeten en de verre planeten. Staat ook voor het moment dat je gewoon breder kan kijken. Staat ook voor het moment dat je meer inzicht creëert, dat je meer ziet, dat je meer leert ook, omdat je verder kan kijken. Hè? Dat is allemaal gekoppeld aan elkaar.
En dan misschien een interessant weetje. Saturnus doet er 29 à 30 jaar over om een volledige cyclus te maken door alle 12 sterrenbeelden, alle 12 zodiac signs. Hè? Dus als jij geboren wordt, hè, dan wordt er een printopname gemaakt van jouw geboortechart. Hè? Zo, hè? En dan waar Saturnus staat, hè, op het moment dat jij geboren wordt, gaat hij dus 29, 30 jaar erom doen om dan door al die sterrenbeelden te lopen die in jouw geboortechart staan. En op het moment 29, 30 jaar later komt hij terug op zijn beginpunt waar hij vertrokken is. Op dat moment is een belangrijke mijlpaal in jouw leven, dat van mij, dat van iedereen. Hè? Saturnus is een heel belangrijke planeet op astrologisch vlak. Als hij dan terugkomt, geven we dit, dat is een Saturn return. Als hij terugkomt, 29 jaar later, 30 jaar later, dan staat hij voor een grote mijlpaal als in het teken van we hebben iets geleerd. Hè? De jaren 20 zijn achter de rug. Hè? We hebben genoeg plezier gemaakt. Het is eigenlijk tijd voor het serieuze werk nu. En vaak resulteert dat in een andere soort job. Een serieuzere job. Serieuzer in het leven worden. We hebben een persoonlijke groei geërvaard. We zien zaken ook op een andere manier. We hebben een andere blik naar het leven. Naar jouzelf ook. Dat kan ook resulteren bijvoorbeeld in vaak huwen mensen op dat moment in hun leven. Of krijgen ze kinderen of beginnen ze aan kinderen. Dus al die aspecten kunnen veranderen op dat moment in jouw leven. Maar dan ook nog eens 30 jaar later. Dus 58, 59, 60 jaar. Dus tussen 58 en 60 heb je terug een Saturn return. Belangrijk moment terug in jouw leven. Belangrijk moment waarin je bepaalde zaken wenst te veranderen waarschijnlijk. Waarin jij nieuwe inzichten creëert. Waarin jij persoonlijke groei doormaakt. Waarin jij wijzer ook wordt. Waardoor jij wellicht andere beslissingen zult nemen. En belangrijke zaken zullen veranderen in jouw leven. En dan heb je dan nog eens 30 jaar later. Dus als je de kans krijgt om 90 bijvoorbeeld te worden. 89, 90. Dan gaat dit opnieuw nog eens gebeuren. En dan vaak zie je bij die mensen, 90-jarigen, die opeens van die gekke dingen doen zoals uit het vliegtuig springen. Dus dat ze een nieuw zicht krijgen in het leven. Oh nee, ik wil niet meer vastzitten in de home. Ik wil nog genieten van het leven. Ik wil plezier gaan maken. Dat is prior nu. Ik heb niet meer lang te leven. Dit staat voor nummer 1. Vroeger hebben die mensen dat nooit gedacht. Dat is dan nooit gedaan. Hè? Nu op een keer doen ze dit. Hè? De gekste zaken. Een cruise rond de wereld bijvoorbeeld. Noem maar op. Hè? Maar het is aantonend hoe belangrijk deze Saturnusplaneet is. Hè? En dan zeker omdat hij nu gekoppeld is met deze volle maan. Dus, als we terugkijken en keren naar de volle maan. Hè? Ik heb al aangetoond, de zon zal zijn part spelen tijdens deze volle maan. De zon zal onderwerpen aansnijden als onze familie, veiligheid... Onze emoties ook zullen aangesneden worden ook. Dus we kunnen wat emotioneler zijn, meestal tijdens de volle maan. Dan hebben we de volgende laag van Venus. Venus brengt zaken naar boven als de liefde, je veilig voelen in de liefde. Financiële zaken, zijn jouw financiën in orde? Voel jij nog veilig op financieel vlak momenteel? Dan heb je Mercurius, die planeet van communicatie. Mercurius zal een extra laag brengen in de manier hoe we communiceren, wat we communiceren. Communiceren we wel alles momenteel of houden we zaken voor onszelf? Hè? Dat zijn allemaal aspecten, verschillende lagen die nu naar boven kunnen komen. Zal bij iedereen wel anders zijn. Ah, maar die zaken hangen zo'n beetje samen. Ik denk eigenlijk deze volle maan zal onze kans nu momenteel ook geven om bepaalde zaken van onze kindertijd eens te gaan herbekijken. En dan denk ik zaken die je zelf eventueel aangepraat hebt vanaf je kindertijd, die je al gans je leven meeneemt met jou. Zaken die je ouders die je aangepraat hebben, je moeder of je vader, met betrekking tot jouw capaciteiten, waardoor dat jij voelt dat jij gelimiteerd zelfs bent geweest in dit leven al tot nu toe. Omdat je die bepaalde zaken hebt meegedragen. Die negatieve zaken eventueel die jou aangepraat geweest zijn. Want ik denk dat je nu de kans zult krijgen om dit te gaan herbekijken, te heranalyseren en op een zeer volwassen manier, in een veel meer krachtiger manier eens naar jezelf te kijken. Hè? En dan denk ik ook op een veel positievere manier. Hè? Je verantwoordelijkheid opnemen ook is een deeltje daarvan. Hè? Dat komt allemaal uit die energieën van een steenbok. Hè? Verantwoordelijkheid opnemen voor wat er in het verleden eventueel jou aangepraat is geweest of welk aandeel jij daar zelf in hebt. Hè. En dan is het eigenlijk wel de bedoeling om dit te herkennen en los te laten.
Dus eigenlijk volgende week is het een uitnodiging om aan wat introspectie te doen. Om gerust eens al die zaken te bekijken voor jouzelf. En ook eens om te kijken hoeveel je al gegroeid bent in jouw leven. Dus niet enkel die zaken die van jouw kindertijd, jouw last en eventueel hebben betrokken. Die zaken die je nog meeneemt eventueel. Maar kijk eens hoe mooi jij gegroeid bent. Zeker de laatste jaren, de laatste maanden. Niet alleen op het levensvlak, maar ook op jouw werkvlak eventueel. En doe dat maar. Klop maar eens mooi op jouw schouder, hè, van proficiat, jij bent goed bezig. Hè. Dus die zaken zijn allemaal gekoppeld tijdens deze ja, heel mooie volle maan. Hè. Dus maak daar even wel gebruik van, zou ik zeggen. Nu voor jullie liefste weegschaal, jullie vierde huis wordt belicht. Dat is jullie huis van thuis en familie. Dus ik denk wel dat de zon zal eigenlijk momenteel alles belichten dat te maken heeft met jou, met je huis, met je carrière. Dan ook met de mensen die in een bepaalde autoriteitsrol in jouw leven staan. Dat kan een baas zijn, dat kan een wederhelft zijn, gelijk wie dat autoriteit ook uitstraalt. Het vierde huis aan de andere kant spreekt dus, zoals ik zei, over jouw huis. Dus het kan wel zijn dat bepaalde kinderen in jou, waar jij nu nog mee samenwoont, jouw kinderen, die zullen verhuizen. Dat is een aspect dat daarmee kan gekoppeld worden. Het kan ook zijn dat jij zelf zal verhuizen. Dat is ook een aspect. Het kan ook zijn een moeder of een vader die nog bij jou inwoont, die nu dienen te verhuizen. Dit kan ook naar boven komen. Het kan gewoon zijn dat je zult zelf verhuizen, je huis zult verkopen. Allemaal zaken die daarmee gerelateerd zijn. Er kan een einde aankomen of een andere afronding. Ja, met betrekking tot jouw eigendom. Dus ik denk dan eerlijk een einde of een afronding met betrekking tot jouw eigendom. Schulden bijvoorbeeld, hè, een hypotheek dat je had lopen. Die kunnen heel mooi afgerond nu worden tijdens deze volle maan. Deze volle maan kan je ook soms een bepaalde kans geven om bepaalde zaken duidelijker te gaan bekijken in jouw leven, waar je meer balans dient te hebben. Op welk vlak? Op het vlak van jouw huis en jouw thuisbasis. Hè? En jouw werk dan ook daarbij gerelateerd. Dus is alles nog heel mooi in balans? Zie jij daar meer duidelijkheid in? Dien je bepaalde zaken te herprioritiseren? Wat aan te passen op dat vlak? Dat zijn zaken die naar boven kunnen komen. Ook met betrekking tot jouw gezondheid, want jouw zesde huis wordt ook even geaccentueerd. Het zesde huis is over jouw dagelijkse bezigheden, maar ook jouw gezondheid en ook jouw huisdieren. Dus alles samen. Spendeer ik genoeg tijd aan de hond of de kat? Ga ik er genoeg mee gaan wandelen? Spendeer ik genoeg tijd aan mezelf? Heb ik genoeg tijd om thuis alles in orde te brengen? En dan ook je werk ook er nog eens bij. Dus al die zaken kunnen misschien nu wat duidelijkheid komen. Waardoor dat jij misschien iets kan elimineren, iets afronden. En iets nieuws kan starten eventueel. En dan denk ik ook daarbij dat jij praktische stappen waarschijnlijk zult implementeren. Die praktische zijde van Saturnus kan jou daar heel mooi gaan ondersteunen de volgende week. Zeker om met iets misschien nieuws te starten op bepaald vlak daarin. Dat is zo'n beetje alles wat ik heb momenteel, liefste weegschaal, op het vlak van de astrologie. Ik spring heel graag over naar de tarotkaarten zelf. Misschien is heel kort voor mijzelf, voor degenen die nieuw zijn. Ik ben zowel Vlaams als Engelstalig. En tijdens de lezing connecteer ik gewoon luid op in het Engels. Dus je zal mij wat Engels horen spreken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Ik zal ze direct vertalen en verklaren voor jullie. Ik begin mijn lezingen heel graag altijd met enkele orakelkaarten. Dus ik heb hier een paar decks voor mij liggen. Die brengen heel mooie boodschappen naar boven. En daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Alle decks zijn altijd op voorhand geshuffeld geweest. Maar dat doe ik wel off-camera. Het duurt gewoon te lang anders. Oké, ik ga nog een slokje water nemen en dan gaan we eraan beginnen. Alright. Onderaan de dek heb ik al communicating freely. Ik zei het, hè? Mercurius. Het is de tijd om goed te kunnen communiceren nu met elkaar. Om te kunnen zeggen wat je wenst. Alright, here we go. Show me what I need to know, please. For Libra, for the collective, please. Any general messages, please, for Libra, for the collective. Wow. Hoeveel keer dat ik die beweging al gemaakt heb, dat kan je niet voorstellen. Making a difference. Wow, coming into power. Krachtige kaart om mee te beginnen. My inner light shines far and wide.
I'm making a difference. Jij bent belangrijk. Jij kan een verschil maken. Mijn innerste licht schijnt ver en wijd, zodanig dat het iedereen kan raken. Waardoor dat jij echt een verschil kunt maken in de wereld, in jouw community, in de mensen rond jou, in jouw familie. Ze kaart die jou uitnodigt om jouw licht te laten schijnen. Hetgeen hier van binnen zit, die positieve noot die hier heel mooi van binnen zit, laat het vrij uit schijnen. De ster ligt hier ook in deze kaart. De ster is je hoop en je droom, je lange termijn plannen. Dus uit je lange termijn plannen ook maar. Hou ze zeker niet voor jezelf. Uit ze maar wie ze dient te horen. Shine bright and far. Ik heb coming into power. I step into my power boldly and confidently. Je stapt ergens wel in jouw kracht. Ik moet opletten met het licht dat er niet in valt, dus ik hou hem zo. Je stapt echt wel, het moment is om in jouw kracht te staan. En dat vind ik een heel mooie kaart, omdat die aantoont dat het zonlicht op jou schijnt. En dan zie je hier deze mooie boom ernaast, of plant, of wat je het ook mag noemen. Want dit is een spruitje die omhoog aan het groeien is. Dus het toont mij aan, deze kaart, is dat jij meer krachtig aan het worden bent. Dat jij meer in jouw kracht komt te staan. Dat er iets aan het ontpoppen is in jouw leven. Iets aan het bloeien is zelfs in jouw leven. I step into my power boldly and confidently. Het volgende wat jij aangaat, het volgende project, het volgende stap in jouw leven, doe het vol met zelfvertrouwen ook. Hè? Dat is de boodschap van deze eerste twee kaarten. Hè? Vergeet niet dat jij, jouw unieke persoon, jij maakt echt het verschil. Hè? Dus hou dit zeker niet terug. Hè? Laat het shinen. Oké, Shami. Wow, oké. What else, please? Show me what I need to know. Show me, please. Thank you. Oeh, nice. The Miracles card and the Stillness card. Het zijn kaarten die vragen om eventjes in stilte te kijken wat er rond je gebeurt. En dat je dan eigenlijk veel mirakels kunt ervaren en gewoon altijd zien. Kijk, hè. Beide kaarten, de stilniskaart, dan zie je zo'n beetje die kleine lampjes, die soort van hemelsterren ook bijna. Maar je hebt ze hier opnieuw in de miracle kaart. Maar ik weet niet of dat jullie dit kunnen zien, maar hier hangen ze eigenlijk terug opnieuw. Dus in stilte, in periode van stilte, in periode van stilte kunnen wij heel veel ontdekken, kunnen we heel veel zien, kunnen we zaken zien dat we anders niet zien en kunnen we zelfs miracles zien. Het is belangrijk voor wie het horen moet. Hè? Ik denk altijd aan het feit dat wij zo'n druk leven vaak hebben, dat we voor verschillende zaken bezig zijn in het leven, dat we vergeten de kracht van de stilte, hoe belangrijk dat die is. En hoeveel zaken dat we daaruit kunnen halen, nieuwe ideeën, rust dat we daarin ook kunnen vinden. We kunnen ons opladen, we kunnen die batterij opladen. Hè? Dus dat is belangrijk voor jullie nu ook. En die miracles, die regenboog, pot of gold, noem ik dit altijd, hè, staat dan veel dichter bij jou. Hè, omdat je wordt ervan bijna bewust dan. Hè. Een bewustwordingsproces door je in stilte te begeven. Wow, alright. Here we go. Show me what else. What else, please? Hoi, hoi. Ja, ik heb de stuk in de mud kaart en de goblins. Het is lang geleden dat ik die stuk in de mud kaart gehad heb. Dat is een kaart die aantoont om die op te geven. Desondanks als jij op een momentopname bent dat jij voelt dat je vastzit, vragen de kaarten eigenlijk om die op te geven. Zo, minder licht zo. Dus zoals deze olifant, hè, die zit vast in de modder en die denkt van, oh, ik ben veel te zwaar, hè. Ik kan daar echt niet uit geraken. Hè. Nee, jij dient eigenlijk te denken dat jij verder licht bent als dit vogeltje die op deze olifant staat. Hè. En dan heb je eigenlijk maar je poot op te heffen en eruit te stappen. Het is gewoon zo simpel ook soms. Hè. Het is een kaart die echt vraagt volharden, zelfs op momenten dat jij voelt dat je niet vooruit aan het gaan bent. Zelfs in stilte ben jij aan het groeien. Zelfs in rust ben jij aan het groeien, ben jij wijzer aan het worden. Hetzelfde met goblins. Hè. Ik heb de goblins kaart. Dat zijn die kleine zaken die hier in ons hoofd aan het bewegen zijn. Die zo wat, ik noem dat huurvrij in ons hoofd leven. Nu, ik denk dat er hier wel op mentaal vlak iets kan veranderen in jouw leven. Het is een kaart die uitnodigt naar verandering ook op mentaal vlak. Hè. De goblins. Dus laat het je ook niet weerhouden. Hè. Laat bepaalde zaken, die negatieve zaken eventueel die je jezelf aan gepraat of iemand anders aan. Daarover gaat deze energie dan toch althans.
Laat dit jou niet tegenhouden, belemmeren in jouw leven. Het zou jammer zijn. Hè? Dus ik zeg altijd engeltje, duiveltje. Laat dat duiveltje echt niet in jouw hoofd, die goblins, iets jou aanpraten. Hè? Oké. Zeker in combinatie met die stuk in de mut. Hè? Je echt helemaal, je denkt dat je vast zit, maar eigenlijk zit je helemaal niet zo vast. Het is gewoon kaarten die vragen om andere mogelijkheden te bekijken. Hè? Hoe dat je uit een andere weg kan vinden. Hè? Om uit een bepaalde situatie zelfs te geraken. Hè? Alles is mogelijk. Oké, show me what else I need to know, please. Van Libra, voor de collector. Thank you. Zeg ik net, alles is mogelijk. Wat valt eruit? Limitless possibility. Dus letterlijk vertaald, oneindige mogelijkheden. Alles is mogelijk. Allee, ja. Star in the sky. Ook nummer 6 terug. Heel mooi om te zien. Hè? Van een prachtige kaart. Ik zal hem iets dichter houden. Als jullie dit kunnen zien. Star in the sky. Dat is een bridge. Je bent een brug aan het bouwen. Om over te steken van het ene naar het andere. Terwijl je verlicht wordt. Terwijl jij dit pad bewandelt, word jij belicht. Je dient te volhouden, te volharden. Er zijn eindeloze mogelijkheden voor jullie, ja? Het zit helemaal niet vast. Wat een mooie kaart. Dit is een kaart van verlichting, hè? Ook daar terug heb ik die sterren, hè? Een derde keer hier, hè? Die sterren zijn onmogelijke mogelijkheden. De stars in the sky, die tonen ons, begeleiden ons ook, hè? Op astrologisch vlak althans, hè? Daarom geef ik dit deeltje ook altijd mee, omdat dit extra boodschappen kan meebrengen met zich, hè? In astrologie, de sterren vroeger ook, astronomen keken naar boven, omdat dit ons kan begeleiden. Daarom leer ik ook astrologie, omdat het je verder in je leven kan begeleiden. Dit toont de mogelijkheden in ons leven. Dit ondersteunt ons, hè? Star in the sky, jij bent een ster in de hemel zelfs. Jij bent uniek. You make a difference. Mooie boodschappen. Oké. Oké. Show me what I need to know, please. One last card for Libra, for the collective. One last card. Thank you. Sorry dat ik lach. Ja, soms is het gewoon te grappig hoe ze eruit vallen. De duivelsklauw. Ik help je doorzetten. Opnieuw doorzetten. Nummer 6. Niet opgeven. Wil je iets bereiken? Bijt je vast. Breng de offers die nodig zijn. Probeer, val, sta en weer op. Nee, probeer, val en sta weer op. Maar weet dat je het lef hebt en de kracht hebt om je dromen waar te maken. Liefste weegschaal, is dat niet mooi? Allemaal kaarten die vragen, 3 kaarten die vragen om niet op te geven. Jij bent uniek, you make a difference. Mooi, oké. We gaan door naar de tarotkaarten zelf. Ik neem algemene boodschappen voor jullie. Het zijn kaarten die eruit flippen. Ik zal ze tonen en dan verklaar ik enkele nog met een tweede deck die klaar staat. Oké, here we go. Show me what I need to know. Thank you. Papa. Yes. What else, please? For Libra. For the collective. Any general messages. Thank you. Ai, ai. Are you kidding me? Wow. Okay, anything else, please? For Libra, for the collective. Show me what I need to know, please. One more, please. Yeah. Mooi hoor. One advice card, please, for Libra. Give me one advice card, please. Collective, one advice card, please. Thank you. Onderaan de deck, 2 of cups. 6. Verandering. Oeh. 2 of cups is een soulmate union, waarin je misschien succesvol kan zijn, waarin er verandering komt, iets nieuws komt op je pad, eventueel. Dat is al de eerste boodschap. Oké.
Ja, ik moest toch lachen met die eerste drie kaarten. 10, de 10 en de star. Ja, mooiste kaarten die er kunnen zijn. En dan heb je een 3, een 4 en de temperance kaart. Creatief zijn, structuur aanbrengen. Oh, mooi. Oké, we gaan beginnen voordat ik voor op de feiten loop. Twee tienen. Ik zal ze samen tonen. Ja, ik kan enkel maar zeggen dat dit de mooiste kaarten bijna zijn van de Minor Arcana. Van ja, het 78-deck. De 10 toont echt wel aan dat jij naar een geluksperiode gaat. Dat zijn kaarten van geluk, die zijn kaarten van afronding, zijn kaarten van voltooiing. Lange weg hebben afgelegd, van alles tegengekomen onder die weg. En uiteindelijk, ja, het is binnenin bereik. Jij kan eigenlijk aan. Ja, je kan. Fruition. Had ik die kaart hier niet neer. Je kan eigenlijk nemen wat van jou is. Daar wil ik eigenlijk naartoe gaan. Hè. Je ziet deze regenboog. Deze regenboog is echt de bejubeling van jouw geluk. Dat is de regenboog staat in de tarot voor goed geluk die op jouw pad aan het komen is. De Ten of Pentacles. Huisje, tuintje, boompje. Alles wat jij wenst eigenlijk wel. Dus die twee samen, dat is fantastisch. Zeker als ze naast elkaar nog eens vallen. Dus op emotioneel gebied komt er geluk. En zeker ook op financieel gebied. Beide kaarten overlappen elkaar. En zeker daar met die coming into power, die kaart die daarboven ligt. En dan making a difference. Ik maak het verschil in mijn geluk. En waar ik wens heen te gaan in mijn leven. Het hangt niet van iemand anders af. Het hangt van mijzelf af. Daarover spreken deze kaarten. Fantastisch om mee te beginnen. Ik heb de Star Card ook. Hè. De Star Card is de kaart bij uitstek die aantoont dat jij. Het is de kaart van hoop en droom. Ik zei het al. De ster, heb je hem hier twee keer. Hè. Hier is de ster en hier is de ster. Dus ook dit is niet per toeval. Het gaat echt, deze lezing gaat echt over jou, over jouw uniekheid. Over jij bent de ster, jij hebt een droom en een hoop. Jij bent plannen aan het maken voor de toekomst en deze zullen uitkomen. Hè? Dus hou je ook vast aan deze plannen en geloof in die mirakelen. Hè? De ster, de hoop en de droom, die ligt onder de miracles kaart. Ja. Dus er zijn hier mirakelen die hier klaarstaan voor jullie. Hè? Die hoop en die droom, die komt echt wel in tot voltooiing. Hè? Ik kan dat gewoon niet duidelijker zeggen. Stuk in de mat. Op het moment dat je voelt dat je vastzit, had ik al aangegeven dat jij een creatieve manier dient te zoeken om daaruit te komen. Hè? Dat is de Three of Swords. Het staat niet voor een gebroken hart. De Swords staan voor het mentale aspect van ons. Hè? Die vragen op creatief, out of the box. Anders, origineel te gaan nadenken hoe jij oplossing kan bieden aan een probleem dat je eventueel zou kunnen meemaken wanneer jij voelt dat je niet vooruit geraakt. Niet meer en niet min. Zo werken deze kaarten. Stuck in de mud? Nee, helemaal niet. Ik ga een andere oplossing zoeken. Ik ga het via een andere kant gaan benaderen. Four of Cups. Four of Cups is een kaart die vraagt om emotioneel wat stabiliteit te creëren. Emotioneel. Eigenlijk in deze combinatie ben ik aan het denken of dat hij spreekt over stagnatie. Want hij ligt hier onder die goblins. Hè? En dat is voor mij verandering. En die goblins waren die grijze monstertjes die hier in de massa zo ja, huurvrij leven. En dan als die Four of Cups daaronder valt, dan is het niet enkel structuur, maar kan die ook leiden naar stagnatie. Stagnatie is ook terug vastzitten. Hè? Ik had al die stukken in de mud hier. Dus het kan wel zijn dat jullie voelen eventueel op emotioneel gebied ook dat je wat vastzit nu momenteel. Dat je geen nieuwe perspectieven hebt. Hè? Niks is minder waar. Dat geven de kaarten aan. Ik denk dat jullie gewoon dienen rond jullie te kijken. Kijk, hè, ik kan heel mooi aantonen met deze kaart. Je ziet, de beker van liefde wordt deze persoon aangeboden. Want deze persoon kijkt er eigenlijk gewoon niet naartoe. Die kijkt eigenlijk naar die bekers die hier ver van hem weg staan op de grond. Ja? En die ene beker die aangereikt wordt, is de Cup of Love. Die moet hij niet hebben. Maar de kaart gaat eigenlijk gewoon dat er mogelijkheden rond jou zijn, maar die je ze gewoon op het moment misschien niet ziet. Ja? Dus de kaart vraagt om een open visie te hebben. Er zijn onmogelijk veel mogelijkheden. Limitless possibilities voor jullie. Star in the sky. Opnieuw, hè, die sterren. Opnieuw jij, hè. Jij bent die star in the sky. Twee keer, dat is een waterman-kaart in feite. Je kunt dat ook koppelen aan air sign. Dat ben jij ook. Je hebt drie keer een ster. Dat is iets dat ik bijna niet meemaak. Hè. Dat in een kleine lezing drie sterren die hier naar boven komen. Maar geloof daar ook in, hè.
En ik denk gewoon dat jij een beetje dient open te zetten op bepaalde vlakken indien jij dit wenst. En dan gaat dat misschien wel naar de liefde ook gaan. Ja, en de Temperance kaart is toch een vraag voor controle te houden. Het is een controle houden, harmonie is het betere woord. De Temperance kaart is een grote arcana kaart. Die vraagt om eens na te denken of alles oké is. Is te stoppen gewoon en denken. Stilnis. Die stilte te gebruiken om eventjes na te denken. Klopt alles wel? Is alles wel in orde? Dien ik nog iets te veranderen? Is er nog genoeg balans op dit vlak in mijn leven? Zeker met het vierde huis die belicht wordt. Je thuissituatie enzovoort, zoals ik al zei. Werk, job, kinderen enzovoort. Ook daar ligt onder die kaart van doorzetten, niet opgeven, mits dat er wel balans is. Oké. Okay. Mooie lezing tot nu ver al. Amai. Oké. Okay. Ik ga die twee tienen samen nemen om te verklaren. Oké. Okay. Clarify those two, please. Ten of Pentacles and Ten of Cups. Clarify, please. Voor Libra. Clarify the two tens, please. Voor Libra. Ja, dat is een kaart die spreekt over zelfvertrouwen. Ik heb de Queen of Wands. Dat is de enige kaart in het deck die echt... het is een koning die super, super... koningin, sorry. Die super, super gemotiveerd is. Het is fire, vuur. Ze heeft heel veel vuur in haar buik. Ze heeft een lange termijn visie. Ongelimiteerd gaat ze daarachter. Ze geeft niet op. Ze gelooft in haarzelf. Buitenmate, meer dan alle andere koninginnen. Het is een kaart die echt vraagt om te kijken naar jouzelf. Eens kijken hoeveel dat jij waard bent. En het correleert zo mooi met making a difference. Dus weet, ik benadruk nogmaals, jij bent uniek hoeveel dat jij waard bent. Dat je zelfvertrouwen omhoog krikken. De pat on the back. Je bent al veel gegroeid. Ja, kijk maar eens hoe dichtbij momenteel dat jij bent om jouw hoop en jouw droom in vervulling te laten komen. En hoeveel mooie stappen jij al gemaakt hebt. Hoe meer jij je openstelt, hoe meer jij je kracht komt te staan, hoe meer dat jij dan nog gaat aantrekken. Sowieso. Zo, kaart, ik voel hier zo'n zest for life in het Engels. Zo, echt die zin voor leven die hier naar boven komt, hè. Star card, please. Clarify the star card. Thank you. Yeah, and the page of pentacles. Als je blijft geloven in jouw hoop en jouw dromen, komt er een nieuw pad voor jullie, ongetwijfeld. En dan waarschijnlijk ook op carrière en jobvlak. Ik heb een pentacle kaart, herleid altijd naar het financiële, materiële in ons leven. Kan ook jouw huis zijn, kan ook zijn dat je daar een nieuwe kans krijgt. Als dat de hoop is om te verhuizen, dan ligt die hier voor mij. Dan is dat jouw miracle, ja. Dus alles rond het materiële in ons leven, hè. Dus ook financiële opportuniteiten hebben daar ook mee te maken. Hè? Dus meer financiële mogelijkheden door te geloven in jouw droom en jouw hoop. Hè? Ja, dat is een nieuw begin dat hier staat, hè, met een page. Veel ambitie ook. Oké. Okay. Verify that three of swords, please. De Fool. Door creatief te zijn, logisch, zet je niet meer vast en dan creëer je eigenlijk voor jouzelf een nieuwe route, een nieuw pad. De Fool kaart. Ik hoop dat jullie deze kleine kaartjes kunnen zien, maar de Fool kaart is de eerste kaart van het tarotdeck en die nodigt jou uit om een nieuw pad aan te gaan, om te durven creatief te denken. Out of the box, origineel te gaan denken en jouw rugzakje te nemen en de wijde wereld in te gaan en durven die sprong te wagen, een nieuw avontuur ook aan te gaan. Zit helemaal niet zo vast alsof je denkt. Volharden. Oké, okay. Four of Cups, please. Clarify that. Four of Cups. Ja, als er nog eens een vier opvalt, dan weet ik eigenlijk al genoeg, hè.
Ook daar terug, hè. Voor mij zijn het kaarten die toch over stabiliteit spreken, hoor. Beide hier, hè. Harmonie, stabiliteit, dat hier naar boven komt. Op mentaal vlak ook, waar je mee bezig bent. Kan ook zijn dat je momenteel ook meer tijd spendeert met jouw familie, met de mensen rond je, in jouw huis zelfs. Periodes waarin je iets kan vieren ook. Het zijn kaarten die jou uitnodigen om echt wel jou open te stellen en te genieten van het leuke van het leven. Geniet meer van de leuke zaken ook in het leven. Ah, hier ook met de Three of Cups, ik had hem nog niet benadrukt hier, want dat is een kaart die vraagt om plezier gewoon te maken, celebrating. Ja? Met andere mensen het leven bejubelen ook als het ware, hè? Maar ook door creatieve samen te gaan werken met andere mensen, eventueel. Hè? Met de mensen rond je, met je familie, met je vrienden. Ah, maar dit vierde huis wordt belicht met deze kaarten nogmaals. Hè? Het is echt... maak plezier met de mensen rond jou. Heel mooie boodschappen. Hè? Dat geeft jou veel structuur, dat geeft jou veel balans, hè, wat jij nodig hebt. Temperance card, please. Last card. Show me the temperance card, please. Thank you. Ja. Give me one more, please. On the temperance. Give me one more, please, on the temperance and the five of swords. Ja, klein momentje, want mijn batterij is aan het uitvallen. We zijn terug. Die Two of Cups valt hierop. En de Five of Swords. Nu, de Two of Cups had ik toch direct in het begin van de lezing ook gezien. Die ligt hier ook onder. Ja? En die toonde aan voor mij is dat jij naar een nieuw begin gaat of een einde. En dat is geen gemakkelijke voor mij nu momenteel. Want de Death Card staat voor een einde en terug een nieuw begin. En ik had, eerst had ik gezegd een nieuw begin. Maar de Five of Swords leidt voor mij ook aan dat er verandering komt in jouw liefdesleven. En die vraagt om balans eventueel. En het kan wel zijn dat je een conflict kunt hebben met jouw romantische partner, denk ik dan. Hè, met wie jij samen bent, met wie jij in een partnership bent. Hè. Maar wat ik wel zie is dat er verandering komt. Ik ga daar nog één kaart op leggen, omdat ik nieuwsgierig ben. Okay, give me one more card, please. On the Temperance, Two of Cups and the Five of Swords, please, to clarify. One more. Ja, en er komt inzicht. Er komt... Ah nee, het is de Queen of Swords. Oké, dat is iets anders. Dat is een kaart die aantoont dat jij je grenzen dient te bewaken. Midden in jouw relatie. En dat er verandering aankomt. En dat eventueel bij sommigen, zoals ik al gezegd had, in feite, met deze volle maan, dat er eindes kunnen komen aan sommige relaties. Dan is dat ook zo, omdat het dient zo te zijn. Hè? Dan zou ik ook dit proberen te aanvaarden als dit jouw situatie is. Hè? Ik help je door te zetten. Hè? Blijf daar dan ook in doorzetten. Hè? Is het geen einde aan de relatie? Dan vraagt de Queen of Swords ook wel om een open mind te hebben. Een duidelijk zicht, duidelijk beeld waar jij wenst heen te gaan. Wat jij wenst te bereiken nog in jouw relatie eventueel. Waar jij dient nog meer balans in te creëren. Op welk vlak kan je nog meer balans creëren eventueel. Hè? Dus dat is toch wel een belangrijk stuk hier. Hè? Dat zijn al deze kaarten hier die samen liggen. Dat is wel een belangrijk stuk, denk ik, voor sommigen onder jullie. Speciaal hoe ze eruit ook kwamen. Dat is zo'n beetje alles wat ik heb voor jullie, liefste weegschaal, voor deze lezing. Als deze boodschappen correleerden, dan mag jij zeker op de video liken, op de like-button klikken. Klinkt beter. Je mag je ook altijd abonneren als je dit nog niet gedaan hebt. Altijd leuk. En dan kan je ook altijd op het belletje klikken. Dan word je telkens op de hoogte gebracht wanneer ik een nieuwe video upload. Dat is wekelijks. Voor nu wens ik jullie van harte te bedanken om te kijken. Zeker tot het einde. En dan wens ik jullie een fantastische week nog toe. En dan hoop ik tot de volgende keer. Dag weegschaal.